nieuwe gevallen van vogelgriep. Gaat u gaan. Voorzitter, dank u wel. Opnieuw is er een ernstige vogelgriepcrisis. 11 jaar na dit nooit meer van 2003. En er lijkt, voorzitter, toch weinig geleerd te zijn van de eerdere dierziekte. En dat gaat ten koste van de dieren en uiteindelijk ook ten koste van de diersector zelf. We horen net als in 2003 vrijwel elke boer of sectorvertegenwoordiger zeggen dat het komt door die levensgevaarlijke trekvogels. En de bio-industrie is dan slachtoffer. Voorzitter, het feit dat 6 bedrijven in Noordwest-Europa die besmet zijn hun dieren allemaal hermetisch opgehokt hadden zitten, tart alle statistische cijfers. En wetenschappers van de KNAW vinden het kwalijk dat de trekvogel als zondebok wordt gezien, omdat bewijs hiervoor ontbreekt. Nou komt er een zwaar opgetuigd onderzoek naar de rol van trekvogels, maar ik zou graag van de staatssecretaris willen weten of zij ook bereid is om een diepgaand onderzoek te doen naar de vraag hoe het komt dat een hoogpathogeen virus zich kan manifesteren in een hermetisch afgesloten stal. Voorzitter, de staatssecretaris gaat deze week beslissen wie de schade gaat betalen. En belangrijk is volgens onze fractie daarbij de vraag of we dit virus hadden kunnen zien aankomen. En voorzitter, dit virus waart al sinds begin dit jaar rond in de wereld. Sterker nog, in 1983 was er al een grote uitbraak in Ierland met dit virus. Er had dus al lang een vaccin kunnen zijn. En de vraag aan de staatssecretaris is, waarom is dat vaccin er nog niet op grote schaal? En waarom zijn de Nederlandse kippen niet gevaccineerd? Heeft dat te maken, voorzitter, met de wensen van de buitenlandse afnemers, bijvoorbeeld in Duitsland? En als dat zo is, is er dan niet sprake van een door de sector wel bewust genomen risico? Voorzitter, tot slot, wat zijn de geleerde lessen van de vogelpestcrisis in 2003? Professor Mart de Jong en professor Goldbach van de Wageningse Universiteit hebben bij de evaluatie gezegd dat het de hoge concentraties dieren met een verzwakt immuunsysteem in een zo verknopte veehouderij is waar we iets aan moeten doen en dat we dat ook op termijn moeten gaan doen. Wat is er tot nu toe gedaan? Zijn de stallen minder geconcentreerd geworden? Zijn er minder bedrijfscontacten? Graag een brief daarover. Dank u wel. Ik geef het woord aan de staat.